kijken en dan moet die zo. Ja, dit is hem. Oh, hallo beste kringloopbezoekers en welkom bij mijn rubriek Stof op de Naald. Nou, voor vandaag gaan we het weer hebben over speelgoed en wel robots. En waarom? Nou, dat komt door de vondst die ik dus zaterdag een tijdje geleden in Groningen heb gehaald. Een Transformer, eigenlijk Transformers. En waarom wil ik het hier graag over hebben? Omdat de nostalgische prikkel is alweer een beetje bij mij gewaarborgd op dat vlak. Ik had vroeger niet zo gekke veel met Transformers, maar de laatste tijd vind ik ze toch wel leuk. En om uit te leggen wat het is, even een kort voorbeeldje. De meeste mensen zullen het van die verschrikkelijke Michael Bay films of van hun jeugd nog wel kennen. Maar voor de mensen die niet helemaal bekend zijn, een hele kleine beknopte geschiedenis van de Transformers. In de jaren 60 kwam in Amerika D.I. Joe uit. En D.I. Joe werd gemaakt door de firma Hasbro. Was aardig populair in Amerika, ook Europa. Hè, daar kennen we ze met name als Action Man. Maar in Japan werden ze gemaakt door Takara en heette hij Combat Joe. Nou, Takara liet eigenlijk het grootste gros van de speelgoedlijn intact. Maar die hadden wel een aantal veranderingen toegebracht, waaronder het hoofd. Het hoofd ziet hier bijvoorbeeld veel meer anime, hè, manga-esque uit dan zijn westerse tegenhanger. Maar de jaren 70 kwamen, Star Wars was in de ruimte en toen hebben ze een doorzichtige D.I. Joe gemaakt. Het was het einde van de lijn, bloedde een beetje dood, maar dit had weer tot gevolg dat de Micronauts lijn uitkwam. En Micronauts, je ziet hier een blauw mannetje, erachter een paar monsters en wat sarcofagen, die komen allemaal uit dezelfde lijn. Dat waren kleine, op ruimte gebaseerde mannetjes. En dat waren niet alleen figuren, die hadden ook voertuigen die weer in van alles konden veranderen. En ook al grote robots, zoals je hier ziet. Dus daar is al een kleine tak gelegd naar het Transformers gebeuren. Takara maakte in de tijd ook robots onder de naam Diaclone. En Diaclone, dat is in die tijden speelde iedereen van elkaar een beetje leentjebuur, vooral op robotgebied. Dus het kan maar zo zijn dat een robot die in de ene lijn was verschenen, weer in een andere lijn terecht kwam en daar een nieuwe naam of karakter kreeg. En een van de bekendste voorbeelden is bijvoorbeeld Jetfire. Jetfire is van origine helemaal geen Transformer, maar die komt van de Diaclone-lijn. Ondertussen maakte Takara ook de D.I. Joe franchise, omdat dat is ook van Hasbro, dus daar waagden ze zich ook aan. En dus je ziet hier, deze komen uit Japan. Dit zijn Takara D.I. Joe's van het spul waar ik vroeger mee speelde. En zoals je ziet, het komt overeen met de westerse varianten, maar met een totaal andere verpakking eigenlijk. Tenminste, de afbeelding is hetzelfde, maar de vormgeving is heel anders. En natuurlijk, niet te lezen, wat het wel weer leuk maakt. En in de tussentijd kwam dan ook nog eens GoBots uit. En GoBots kwamen eigenlijk eerder uit dan de Transformers, hè? Ook transformerende robotjes. Maar die lijn deed je toch wat minder goed. Misschien omdat ze minder karakters hadden of zoals je hier ziet wel heel erg leentjebuur speelden van een bepaalde franchise die ik niet zal noemen. Ik denk wel dat jullie het ding wel herkennen. Uiteindelijk heeft eigenlijk uit al die robotvormen is Transformers als de grote winnaar uit de bus gekomen wat betreft populariteit. En de mensen weten van mij zo ondertussen ook wel, ik hou van robots. Robots vind ik leuk en dan met name eigenlijk de hele grote die eigenlijk niet meer bij de collectie passen. Maar ik weet niet, ik heb een voorliefde voor grote robots. Maar ik heb wel van alles in de collectie door de jaren heen vergaat. Hey, ik geef hier bijvoorbeeld wat kleine voorbeeldjes. Ik heb grote robots in de collectie staan. En zoals de Mazinga die ik al behandeld heb in een van mijn eerste vlogfilmpjes. Maar ik heb ook kleintjes zoals deze, hey, kleine schattige robotjes. En in de tijd heb ik dan ook een beperkte collectie aan Transformers kunnen vergaren. Niet zo gekke veel, maar toch al een leuke plank heb ik daar vol staan. En ik als kind vond dat inderdaad toen ook al wel grappig, hè? Dat je dan bijvoorbeeld, je had niet alleen een autootje of een vliegtuig, maar je had er ook een poppetje bij. Dus het was 2-in-1 speelgoed. Als we nou bijvoorbeeld een simpel autootje als deze nemen van de GoBot-lijn. Je hebt een lege truc, maar 1, 2, 3, hoppakee, adar. Abacadabra. En daar hebben we hem dan. Dan hebben we ook in één keer een robot. Dus 2-in-1. Hartstikke mooi. En de ouders zullen hier natuurlijk ook verheugd mee zijn. Want dan hoef je maar één ding te kopen. Dus wat dat betreft, het is leuk. En het is wel koppie-koppie. In feite is dit een vreemde hobby voor mij. Want ik ben helemaal niet zo'n puzzelaar. En dan kan je zeggen van, dit is toch speelgoed, dit heeft niks met. Nou ja, toch een beetje wel, want je moet het natuurlijk wel in elkaar transformeren. Als we nou het volgende voorbeeld nemen van een mannetje, dan zul je wel zien dat het eigenlijk wel vrij veel gelijkenissen vertoont. En wat ik met dat puzzelen bedoel, zullen jullie zo meteen hier in versnelde vaart zien. We hebben hier Hot Rod,
Dat wordt een racewagen, maar het is voor nu dus nog één robot. En dat gaan we veranderen. We halen zijn hoofd eraf, want dit is wel leuk. Dit is een headmaster. Dit is de head. En die kan je dus transformeren tot een ander robotje. Dus dit is geen 2-in-1 stuk speelgoed, maar eigenlijk een 3-in-1. Nou, we leggen het kleine robotje even aan de kant. Oh, dit nog even. Ja, goed gezien. En we beginnen met transformeren. Arm hier, handen zo en de spoilen moeten dan op. Ja, kijk. Het begint al aardig een autootje te worden. Maar we moeten natuurlijk nog even door. Dus we doen dan de benen en draaien. Kijken, ja, dan moet dat omklappen. En nou, we zijn er bijna. En zie daar, we hebben zo langzamerhand al een racewagen te pakken. Maar we hebben nog een extraatje. Als we bijvoorbeeld hier zo de cockpit openen, hebben we een ruimte waar we onze headmaster binnen kunnen plaatsen. Dus we vouwen de benen, we zetten hem in de stoel. Oh, we zetten hem in de stoel. En kijk eens aan, onze auto heeft nou ook een chauffeur. En nog even de laatste loodjes, alles goed aanklikken, vastmaken, tot het boel ook blijft zitten. En voor degene die het wil natuurlijk, onze auto's moeten wel ten strijde trekken tegen de Decepticons, dus we kunnen ze ook bewapenen. Dus je kan de kanonnen eventueel hier aan de zijkant toevoegen. En dan is die helemaal klaar voor de strijd. Dat is hem. Nou ja, wat ik al zei, ben ik niet zo van het puzzelen. Maar gelukkig heb je vele varianten erin. Makkelijk, moeilijk, simpel. En zo ook bij deze lijn. Puzzels zijn er in vele vormen en maten. Je hebt simpele, hè, zoals deze. En weer een klik. En dan zitten we in elkaar. Kind kan de was doen. Je hebt iets ingewikkelder. Zoals dit oude autobotje. Ja, als we aan de achterkant kijken, dan moet het ja een soort van truc worden. En je kan al bijna wel zien hoe die in elkaar hoort. We klikken de armen samen, we trekken de benen om. En binnen no time hebben we daar een heel leuk autootje uit weten te knutselen. En we hebben zo verschrikkelijk ingewikkeld dat ik Amahoula nooit niet hieraan ga beginnen. Hij zit in robotvorm en daar laat ik hem in. Maar je had natuurlijk niet alleen maar auto's of bootjes of vliegtuigen of weet ik veel wat in die trant. Transformers konden ook wat anders worden, gebruiksvoorwerpen. Je had bijvoorbeeld die in een camera konden veranderen of zoals in deze twee voorbeelden. Hier hebben we bijvoorbeeld het Decepticon karakter Soundwave. En Soundwave wordt een Walkman, compleet met cassettebandje erin. Of als we zijn autobot tegenhangen even nemen, hier Blaster. Blaster die wordt een ouderwetse boombox. Waar je ook eventueel weer die cassettebandjes in kan doen. En het leuke is, die cassettebandjes zelf, die kunnen ook weer veranderen in bijvoorbeeld een neushoorn of een tijger. Of zoals in het geval van Laserbeak, een adelaar. Of bijvoorbeeld hier met Metroplex, de eerste versie. Dat wordt een hele grote stad. Je ziet al raampjes in zijn armen, wat ja, de indicatie moet geven hoe groot die wel niet moet zijn in het echt. En die verandert dus in een voertuig en in een soort van ja, vestiging waar de autobots zich weer snel kunnen houden. En dus dat is allemaal hartstikke leuk en aardig. Maar hoe komt het dan eigenlijk dat ik daar niet zo gekke veel van heb en waarom ik vooral met G.I. Joe wegliep en niet met Transformers? Ik ben nou toch enthousiast over aan het babbelen. Nou, dat had te maken met de speelbaarheid. G.I. Joe's die waren heel erg bewegelijk en die kon je in allerlei rangen en standen zetten, schietposities, weet ik veel wat. En ja, Transformers waren toch meer een beetje, net als Playmobil mannetjes, doordat ze, en nu kunnen ze van alles kunnen ze heel erg moeilijk maken met computerprogramma's en weet ik veel wat, maar vroeger moesten ze het allemaal bedenken en de originele Transformers zijn in eerste instantie gemaakt als houten blokjes die ze in elkaar vormden om te kijken of hun idee ook werkte. Dus ja, de technologie was er ook nog niet na, waardoor je een verschil als dit kreeg. Nou, even een klein voorbeeld met deze GoBot hier. Hij mist het blokje aan de onderkant waar nog wieltjes op horen, maar dat maakt niet zo gekke veel uit voor het voorbeeld hier. Ik zal hem even transformeren. Hoppatee. En dat is hem. Nou, hij kan dus naar links marcheren. Hij kan naar rechts hobbelen. En hij kan zich als een waarlijke Fransman kan hij zich overgeven aan de vijand. Maar voor de rest ja, heb je niet veel bewegingsvrijheid met dit stuk speelgoed. Als we dan het poppetje Doom nemen van de D.I. Joe lijn, een vrolijke ninja. Zoals je al ziet, het gaat hier een beetje lastig, ik moet alles met één hand doen, maar heel erg bewegelijk. Ze kan alle kanten op, je kan haar in alle rangen en standen zetten. En dus je hebt geen enkele moeite om een ninja kick met deze uit te voeren of te laten zitten in een voertuig of wat dan ook. Echt heel veel speelmogelijkheden. Dit hebben ze in de tussentijd bij Transformers wel iets wat veranderd. De nieuwere lijnen die zijn over het algemeen ook vrij goed beweegbaar. Komen al heel erg dicht in de buurt van die D.I. Joe mannetjes. En sommige hebben zelfs al wat meer scharnierpunten. Zoals deze Sunstreaker hier. Maar als we dan toch gaan kijken naar het oude werk waar we mee opgegroeid zijn.
dan is D.I. Joe qua bewegelijkheid dus wel echt de grote winnaar als we het vergelijken met de robots van die tijd. En het tweede dingetje bij mij toen ik klein was ook al was de verhoudingen. D.I. Joe was allemaal op elkaar ingespeeld. Als je een mannetje had, dan paste die in het vliegtuig, in de auto, in de space shuttle, in de hovercraft. Maakte niet uit, in de straaljagers. Je wist wat je had. Wat ik al zei, je had er ook een vliegtuigschip van. Nou, die was dan op kamerbreedte, want het moest allemaal kloppen. Het was allemaal op elkaar ingespeeld. Transformers? Niet bepaald. Als we naar deze Jeep kijken, kijk, het is precies in balans. De mannetjes die erin zitten, het klopt gewoon. De mannetjes kunnen afzonderlijk in alle voertuigen zitten en het klopt qua formaat van klein naar grote vliegtuigen. Wat betreft de verhouding is alles gewoon correct. Van grote space shuttles, bijvoorbeeld tot amfibievoertuigen zoals hier. Het klopt allemaal, dus het is allemaal inwisselbaar. Als we nou bijvoorbeeld kijken naar Wheeljack hier. Wheeljack, dat wordt een hele mooie Lancia. Maar die auto is dus wel zo groot als Soundwave die we al behandeld hebben, die in feite een cassettespelertje, een Walkman wordt. En daarnaast staat er weer Optimus Prime en die wordt een vrachtwagen. Dus wat betreft de verhouding met elkaar is het gewoon één grote hutje-mutje. Maar ik zei al, ik heb een beetje hernieuwde liefde gevonden voor de Transformers. En dat kwam eigenlijk ook wel gedeeltelijk door dit spel. Transformers Devastation. En het is een computerspelletje en dan speel je eigenlijk met alle G1, dus de eerste generatie mannetjes. En hierin moest ik tegen hele grote combiners vechten. En dat was wel leuk om te doen. En ik bedacht me in één keer van, oh ja, vroeger vond ik die en die ook wel leuk. Nou, en eens kijken wat die kostte. En jawel, dus toen breidde de collectie zich een beetje uit. Ik heb in de tijd dan ook 2 G1 combiners aangeschaft. Je hebt hier Defensor. Die bestaat uit een politieauto, een motor, een brandweerwagen, een helikopter en een eerste hulpbusje. En Devastator die bestaat uit bouwvoertuigen. En als je dan bedenkt hoe groot zoiets wel niet moet zijn. Als je even met je kinderlijke fantasie hoe groot zo'n apparaat er wel niet moet wezen. Dat maakt behoorlijk wat indruk natuurlijk. Hè? Kijk, de mannetjes afzonderlijk die zijn ook al veel groter dan een mens. Als je het zo gaat bekijken. Maar als ze zich dan samenvoegen, dan wordt het wel één heel groot imponerend geheel. En dat vind ik het leuke aan die combiners. Nou was Transformers natuurlijk niet het eerste speelgoed wat met dat idee kwam. Je zag het al bij die Diaclone-lijn. En je had bijvoorbeeld ook nog Ultraman. Hè. Ultraman die vocht in de jaren 60 ook al tegen grote robots. Je had natuurlijk in de jaren 90 had je de Power Swords en zo van de Power Rangers-lijn. Hè. Dat zijn ook, dat kun je wel zien, een tijger en een triceratops en een olifant en zo. Van alles wat in elkaar wat samen weer een grote robot vormt. Voltron had je in de jaren 70, 80, zoals deze Voltron hier. Daar kan je ook al duidelijk zien dat hij uit verschillende onderdelen bestaat. Waaronder hier een autootje, de andere is ook een autootje. Een soort van treinachtige voertuigen, helikoptertjes en een space shuttle die samen dan weer één grote robot maken. En hier hebben we dus de robots van die zaterdag. Die supergoed beweegbaar zijn, zeer vergelijkbaar met D.I. Joe. En als je ze samenvoegt, vormen ze dus met elkaar Betatron. En Betatron is dus een combinatie van deze 5 robots bij elkaar gevoegd om samen een grote reuze robot te maken. En ook deze is supergoed beweegbaar. Dus zowel de kleintjes afzonderlijk als de grote in zijn eentje zijn in allerlei rangen en standen te duwen en te trekken. Dus helemaal ideaal, precies hoe ik vroeger mijn Transformers had willen hebben. Dus je kan wel stellen dat Harry er weer een nieuwe liefhebberij bij heeft. En ik weet niet of je mijn filmpjes wel hebt gezien in dat kamertje, maar het past niet zo gek veel meer bij. Dus ja, ik ben bang dat er wel weer iets het veld moet gaan ruimen mocht ik nog meer van dergelijke types willen aanschaffen. Ik denk dat mijn Adventure People lane dat me dan maar eens een keer aan moet en tot ik die weer verkoop. Want ja, ik heb de ruimte nodig. Maar dat zijn natuurlijk zorgen voor mij en niet voor jullie. Ik hoop wel dat jullie een beetje genoten hebben van dit stukje nostalgie weer. En de reden waarom ik toch weer ook die kriebel weer heb bekomen op Transformers vlak. Voor nu wil ik jullie in ieder geval hartelijk bedanken voor het kijken. Vind je het leuk wat jullie doen op social media, dan please like en subscribe. Volg natuurlijk ook de Kringloop op Facebook. En schrobbel niet om lekker te komen winkelen bij ons aan de Trekvaart 33 te IJsselmuiden. De Trekvaart 33 te IJsselmuiden. Kom nou gezellig winkelen. Mijn excuus. Of je spulletjes in te leveren aan de Oslokade nummer 1 in Kampen. Jongens, ik wil jullie weer hartelijk bedanken voor het kijken. Ik hoop dat mijn telefoon niet omvalt. Tot de volgende keer. Cheerio! Poesje. Poes.
Ze kan toch niet filmen. Gek poesje.